Welkom bij het weekoverzicht van RTV Losser en Halle Losser met deze week. Status nieuwe bestemming Aloysiusschool. Erfgoeddag Beken en Bleken. Enschedese straat dicht. En muziekvereniging Concordia haalt de Passion wederom naar Overdinkel. Status nieuwe bestemming Aloysiusschool. Sinds september 2022 hebben de nodige gesprekken plaatsgevonden met de 11 potentiële gebruikers van de Aloysiusschool. In de komende maanden worden intentieovereenkomsten aangegaan met de potentiële huurders. Ook het toekomstig beheer zal een belangrijk bespreekpunt zijn. Er vindt een uitwerking plaats van het ontwerp, verbouw en nieuwbouw van de Aloysiusschool, samen met de toekomstige gebruikers. Na de zomer moet de gemeenteraad een klap op het plan gaan geven. Erfgoeddag Beken en Bleken. Op zaterdag 25 maart is er als onderdeel van de Losserse erfgoeddeal Beken en Bleken een Losserse erfgoeddag. De historische kring Lossen, Tourist Info de Lut Lossen, Erve Kraagsenberg, Stichting Staring Monument Lossen, Steenfabriek De Werklust en de gemeente Lossen verzorgen samen excursies en rondleidingen langs ons erfgoed en de projectonderdelen. Erve Kraagsenberg is de startlocatie van de excursies. Hier stellen allerlei erfgoedorganisaties zich voor en er is van alles te zien en te doen. Om 11 uur opent wethouder Jimmy Notkamp de erfgoeddag. Daarna staat vanaf 11:12 verschillende excursies door en rondom het dorp Lossen. De laatste excursie staat om 13:30. Erve Kraagsenberg is deze dag voor iedereen te bezoeken tussen 11 en 3 uur. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. Lossen heeft voor het project Beken en Bleken van Lossen een bijdrage ontvangen vanuit het landelijke programma Erfgoeddeal. In dit project wordt erfgoed van dorp en landschap ingezet om klimaat- en duurzaamheidsopgaven aan te pakken. Tegelijkertijd wordt het deels verloren gegaane verbindingen tussen de dorpskern en het Dinkeldam hersteld. Bij Erve Kraagsenberg of tijdens een van de excursies krijgt u meer informatie over de Losserse erfgoeddeal. Enschedese straat dicht. Eind maart staat de gemeente Lossen met werkzaamheden aan de Enschedese straat in Lossen. Aannemer TWW gaat aan de slag met de herindeling van de straat. Het gaat om het stuk tussen de rotonde Broekhoekweg en de Kranengoorweg. De werkzaamheden starten op maandag 27 maart en duren tot eind juli. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de weg voor al het doorgaande verkeer afgesloten. Lijnbus 61 rijdt hierdoor tijdens de werkzaamheden een andere route. Voor het auto- en vrachtverkeer van en naar Enschede en Lonneke wordt een omleiding ingesteld via de Onzalse straat naar Lonneke. Voor fietsers gaat de omleiding via de Hoge Boekelweg en de Zoekerweg. De directe aanleiding voor de werkzaamheden is het verouderde inrichting van de weg. Hierdoor komt de verkeersveiligheid steeds meer in het gedrang. Met de werkzaamheden wordt dit aangepakt. Ter hoogte van de Kranengoorweg worden zogenaamde kromslingen of cicaden aangelegd. De maximale snelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Tegelijkertijd vervangt de gemeente het wegdek door nieuw asfalt en wordt het fietspad voorzien van rood asfalt. De straat wordt daarnaast groener en de openbare verlichting wordt ook vervangen. Onder de grond verandert er ook van alles. De riolering onder het fietspad wordt voor een deel vervangen. Hier wordt gescheiden rioleerstelsel aangebracht. Vuil en hemelwater wordt zo van elkaar gescheiden. Het hemelwater hoeft niet gezuiverd te worden en kan dan direct de grond en het oppervlaktewater in. Kortom, een grote klus die de nodige tijd in beslag zal nemen. Muziekvereniging Concordia haalt de Passion wederom naar Overdinkel. Op zondag 26 maart vanaf 3 uur zal muziekvereniging Concordia onder leiding van Herbert Vreeman in de Gerardus Marela-kerk te Overdinkel de Passion gaan vertolken. Het beroemde muziekspektakel dat de laatste uren van het leven van Jezus Christus vertelt, is al jaren een grote kijkcijferhit op de nationale televisie en werd al eens eerder door de Overdinkelse vereniging naar de gemeente gebracht. Dit smaakte naar meer en dit jaar gaan ze zelfs nog een stapje verder door de samenwerking aan te gaan met onder andere Lotte Groteboer, Gospelcore Benediction en Doedelzak Ensemble Scotland Drums and Pipes. Vertellen dit jaar is André van Huizen. Kortom, het belooft weer een bijzondere middag te gaan worden in de Gerardus Majella-kerk te Overdinkel, waarvoor u van allen bent uitgenodigd. Het concert is geheel gratis te bewonderen en zal starten om 3 uur. De kerk is al een half uur voor aanvang van het concert geopend. En wees op tijd, want vol is vol. Na afloop zullen ze vragen om een vrije gift voor de bijdrage in de gemaakte kosten.
Na het Passionconcert is iedereen ook nog eens uitgenodigd om in het muziekhuis aan de Hoofdstraat 66A onder het genop van een kopje thee en koffie door de leden gemaakte taarten gezellig na te genieten van een geslaagd concert. Dit was het weekoverzicht van RTV Losser en Hallo Losser. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.